toernooi is dat nou al gekregen, Griek? Dat is het 9e Pinkster-toernooi dat we nou inrichten. En hopelijk, als het metvult, even succesvol als de andere afwerken. Een recreatiesport kunnen doen, een sport beoefenen wat ze gaan doen en dan ook nog wat inzet erbij, behalen van de beker en het toernooi winnen. En dan volgend jaar hebben we Rosteen-Jurk bestaan en dan hopen we van het toernooi iets heel speciaals te maken. We hebben nou op dit moment 5 ploegen wel 9 jaar deelnemen aan het toernooi en we hopen dat zo te Hagen, zelfs met zelf scheidsrechter Rigo, ook al 9 jaar van de partij. En Roger Eijkmans, dat zijn jongens waar ze altijd gesteund hebben en we willen dan iets heel speciaals ervan maken. Wow, dat moet nog een beetje geheim blijven. Jij zit de verantwoordelijke voor de Lopers VV. Ja. Wat verwacht jij van het voetbal? Ja, ik hoop dat dit jaar beter zal winnen dan André Warren. Want André Warren heeft niet... hoog oud gekomen, meestal bij de laatste 2 draaien zou. Dit jaar hopen we toch bij de eerste 4 te komen. Hè. Het toernooi van Heide VV doen we dit jaar voor de 5e keer met. Maar ja, elk jaar hebben we andere mannen, ander ploeg. Het verandert. Bij ons is elk jaar andere spelers. Dus het zal moeilijk zien, maar we doen het best. We spelen redelijk regelmatig, maar speel ik oude voetbal, minivoetbal, hangt er vanaf. Meestal toernooien. De winter, spijt en dulzen weinig voetbalpleinen zien als we van de winter ook dekker spelen. Dus. Maar ja, het is niet anders. KVB willen rij gaan met vergaderingen, hè. Dan is het moeilijk om een beetje volk in de stop te krijgen. En nou hebben we ook zo een voetploeg met mijn groep, laat zeggen, Evertijn Jura, onder leiding van Jan Gabriel, een job even een fan. En ik ben met verder gegaan, we zijn 10 jaar bezig en het gaat heel goed. En het is ook, daar komt toch jongere mensen in de KVB betrekken, want ik denk niet alleen dat KVB voetbal, voetbal alleen is. Ze weten ook in KVB gedaan. En de jongens viel zich heel thuis. Het is Nederlander bent altijd, zeggen ze, want er zijn erbij wat al competitie gespeeld, wat ergens al een believer ploeg gespeeld hebben. Maar wij bij de KVB zitten, daar hebben we zelf nog niet tegengekomen. En een heel andere sfeer, iedereen is kamerad met iedereen. En dat is ergens met mijn oog dingen ook. Hè. En dan even het toernooi nou. Dat is het 9e jaar dat het toernooi gaat gebeuren. Dat is het 9e jaar dat het toernooi gaat gebeuren. En de KVB dat al denk ik gewonnen gaat. Ja, we hebben dat 1 keer gewonnen. En ze hebben verschillende keer de finale gespeeld en dan op een oernoog gemist. Maar voor mij is altijd meedoen veel belangrijker als winnen. We'll be right back.
te maken. Dat is een voetbalploeg wat opgericht is op het werk. Beter gekend als de Plekkers. En wij spelen nog altijd onder Minster. Alhoewel het bedrijf ondertussen vrouwen is naar Zevendal. We zijn nu 7 jaar bezig en ja, we hebben nu 6 keer een match gedaan in de auto. 1 keer gewonnen. Ons leven was lastig geweest. In alle plaatsen zo gaat het. We zijn een heel sportief toernooi. Ja, ik doe voor blijven van mij komen. En te verwachten te winnen. Wij allemaal wel. Wij allemaal wel, hè. Winnen is bij zaken, als het maar sportief blijft.